Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een bullet journal video voor jullie. Namelijk de bullet journal voor jullie. En dat betekent ook gelijk dat mijn huidige notitieboek vol is. Want mijn planning is nogal dik geworden deze maand. En ja, ik kan niet meer verder. Het is vol. Dus volgende maand begin ik met mijn nieuwe bullet journal. En ja... Laten we nu eerst maar eens even gaan kijken naar de bullet journal van jullie. Ik probeerde deze bullet journal voor deze maand super vrolijk te maken met allemaal flamingo's. En dit is dan ook mijn voorkant. Ik heb hier een flamingo getekend met allemaal hoekjes. En ja, ik vind het wel heel erg leuk geworden. Als ik dan de pagina omsla, dan kom je bij de eerste pagina. En hier heb ik een quote neergezet met een flamingo natuurlijk weer. En ja... Deze tekst is eigenlijk wel een beetje voor mij van toepassing, want ik heb af en toe gewoon even de behoefte om wat minder te doen. En ja, deze quote herinnert mij daar natuurlijk een beetje aan. Dan heb ik op de pagina daarnaast mijn maandoverzicht. En deze heb ik een beetje vrolijk proberen te maken met een groene streep, een gele streep en een oranje streep. En ja, deze vond ik wel heel erg leuk passen bij... De flamingo kleuren. En hieronder heb ik een stickertje met een bloem opgeplakt. Verder gewoon heel erg simpel. Als ik dan de pagina weer omsla, heb ik hier een sticker. En deze sticker heeft allemaal plaatjes van vakantiedingetjes. En omdat ik eind deze maand op vakantie ga... Vind ik het wel leuk om dit ook een beetje in mijn bullet journal toe te passen. Zo heb ik dus deze sticker gebruikt. En heb ik op deze pagina een lijstje gemaakt met alle dingen die ik moet gaan meenemen deze vakantie. Die ik echt niet mag vergeten. Dus die kan ik deze maand in gaan vullen. Zodat ik mijn koffer rustig aan in kan pakken. En ja, niks vergeet op vakantie. En ik heb hier van die sterretjes getekend met gekleurde pennen. Deze kant is wat lichter roze en die kant is iets donkerder roze. En ja, het leek me wel gewoon leuk om dit in mijn bullet journal te doen. Als ik dan weer omsla, heb ik hier een lege pagina. En misschien dat ik die deze maand nog ga vullen, maar hij is gewoon even leeg. Dan heb ik hier mijn mood tracker. En het is weer een totaal andere mood tracker geworden dan alle andere mood trackers die ik al heb gemaakt. Ik heb namelijk een soort bloem getekend. Althans, dat was de bedoeling. Ik hoop dat het een beetje is gelukt. Maar ik vind het wel gewoon leuk en vrolijk uitzien. En hier in het midden heb ik mood tracker opgeschreven. En dan van deze maand. En hier de kleuren die ik ga gebruiken voor deze mood tracker. En de bovenste oranje is pijn. Geel is blij. Groen is neutraal. En roze is moe. En zo kan ik een beetje zien welke soort emotie er die maand overheerst. En of ik eventueel aanpassing moet hebben voor mijn medicijnen. En ja, hij gaat in ieder geval super vrolijk worden met heel veel kleurtjes. Dan heb ik weer een lege pagina. En hier begint mijn weekplanning. Ik heb hier gekozen om de eerste dag van de maand, namelijk zondag 1... jullie te apart te houden, want aangezien mijn weekplanning normaal gesproken op maandag begint, is zondag toch een beetje de aparte week. En deze heb ik gewoon leuk proberen te versieren met een flamingo weer. Deze heb ik gewoon zo getekend en niet ingekleurd verder. Hieronder heb ik ruimte om to-do dingetjes op te schrijven. En voor de rest heb ik gebruik gemaakt van een bloemstickertje. En ja, ik vind het wel heel erg vrolijk dat roze. En zo komt de kleur van de flamingo natuurlijk ook nog een beetje terug. Als we dan omslaan, heb ik mijn weekplanning. En deze heb ik wat ruimer gemaakt deze maand. Want ik merkte toch wel dat ik toch wat ruimte tekort kwam in mijn weekplanning. En... ja, zo heb ik in ieder geval voldoende ruimte om op te schrijven wat ik die dag wil gaan doen of moet gaan doen. Hier heb ik dus vanaf maandag 2 tot en met zondag 8. En dan heb ik hieronder nog een ruimte voor notities, eventuele dingen die die week gewoon moeten gedaan worden, maar niet op een specifieke dag.
En zo gaat eigenlijk de bullet journal door. Zoals je kan zien, ik heb gebruik gemaakt bij het vakje notities van een bloemstickertje. En ja, dit is gewoon heel simpel. Hier heb ik trouwens een stickertje met love opgeschreven. Vond ik wel grappig. Want toevallig had ik geen bloemen meer als sticker. En dan heb je hier de laatste dagen, namelijk de maandag en dinsdag. En dan heb ik hier een grote vak met notities. En ja, dan komen we op de volgende pagina. En dat is weer een nieuw onderdeel, namelijk I Did. En die heb ik de vorige maand ook al in mijn bullet journal laten zien. En ik vond het wel erg fijn om dit zo bij te houden. Ik heb dit keer 22 vakjes hier. En dan ga ik weer bijhouden hoeveel stappen ik heb gezet. Hoeveel water of hoeveel ik heb gedronken, zeg maar. En hoeveel ik heb geslapen. En die planning loopt helemaal door tot hier. En hier heb ik nog weer gebruik gemaakt van stickertjes. Zodat het geheel lekker vrolijk is. En dan heb ik op deze pagina mijn one line a day. Ik heb dit keer weer gekozen voor niet de hele maand. Aangezien ik toch aan het eind van de maand op vakantie ga. En ik denk niet dat ik dan op vakantie one line a day ga bijhouden. Of überhaupt mijn bullet journal. Dus ik heb 25 lijntjes. En ja, ik denk dat het meer als genoeg is. Verder heb ik hier ja, het een beetje opgeleukt met een kleurtje. En is het dit keer een soort van roze. Oranje geworden, al kan je dat niet helemaal goed zien op beeld. En op mijn volgende pagina heb ik een grote flamingo getekend. En hier Let's Party met een sticker. Ja, aangezien ik toch op vakantie ga, kan het wel een beetje lekker vrolijk worden. En ja, ik vind het gewoon wel leuk. Dan heb ik hier een pagina gemaakt met alle notities die mee moeten naar volgende maand. Want ik begin natuurlijk in een nieuwe bullet journal de volgende keer. En dan is het wel handig om een pagina te hebben met dingetjes die eventueel terug moeten komen. Dus ik heb hier een hele bladzijde voor en hier nog een bladzijde. En ja, het is gewoon wel handig. Zo kan ik in ieder geval in deze bullet journal terugkijken wat ik eventueel ben vergeten bij het maken van mijn volgende planning. Of dat er nog afspraken of andere dingetjes zijn die ja, ik toevallig was vergeten. Dus in ieder geval, deze pagina's gaan zeker heel erg van pas komen. En dan had ik hier in het begin van mijn bullet journal namelijk een wishlist voor 2018 gemaakt. En zoals je kon zien, ik heb niet zo heel erg veel wishlist puntjes. Die bovenste heb ik trouwens al gekocht, dus die is al afgevinkt. Daarbij staat nog een softbox die ik wil hebben voor mijn foto's. Ja, het lijkt me gewoon heel erg handig. En een autootje. En deze wishlist laat ik gewoon in deze bullet journal zitten. Die ga ik niet overnemen in mijn volgende bullet journal. Want ik kan deze natuurlijk gewoon blijven bijhouden of deze bullet journal nog vol is of niet. En ja, dan was dat alweer mijn notitieboek. En nou is die helemaal vol. In ieder geval, ik vond het super leuk om dit bij te houden. Ik ga mijn volgende bullet journal denk ik ietsjes anders inplannen. En welke ik ga doen, weet ik nog niet. Ik zal even de andere erbij pakken. Die heb ik hier naast me liggen. En de allereerste is deze. En ja, dit is de andere notitieboekje. Het andere notitieboek van Diana Leeflang. Die kocht ik in januari. En deze heeft ook allemaal stipjes. Eigenlijk dezelfde als de gewone bullet journal. En ja, ik vind dit soort notitieboekjes wel super handig als bullet journal. Dus ja, misschien dat ik deze ga doen, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Daarnaast heb ik ook nog keuze uit deze bullet journal. En die is van Action. Die hebben jullie misschien wel online zien komen bij andere bloggers. Ik heb deze gekocht met stipjes. Die vond ik wel erg vrolijk en past heel erg goed bij mijn ja, blog en visitekaartjes, want ik heb op mijn visitekaartjes ook allemaal stipjes staan. En ja, deze is best wel dik, dus ik denk dat ik deze beter in een heel nieuw jaar kan beginnen. En van lieve Jora van Your Lost Writing, waar ik al heel erg lang vriendinnen mee ben en ook regelmatig probeer af te spreken, heb ik deze bullet journal gekregen. En die is ook van Action. Het is, ja, het is ongeveer dezelfde zeg maar, als deze. Maar deze is een andere kaft met bloemen. Echt heel gaaf. En
gouden stipjes. En voor de rest is die dus mintkleurig. En ze hebben eigenlijk dezelfde binnenkant, geloof ik. Ik heb die andere nog niet opengemaakt. Maar deze heeft dus ook allemaal stipjes en is super dik. En ja, ik weet dus nog niet welke ik ga doen. Waarschijnlijk de keuze tussen een van deze twee. Die andere wil ik graag bewaren voor een heel nieuw jaar. Die vind ik wel heel erg gaaf. En aangezien die toch ook nog ingepakt zit, denk ik dat ik die beter kan bewaren. Dus mocht jij zoiets hebben van, hey, die moet je echt gaan gebruiken. Zet dat dan even in de reacties. Zowel op mijn YouTube kanaal kan dat, als op mijn blog waar je dit filmpje ook kunt zien. Ja, geef me jouw voorkeur aan. Dan ga ik misschien die bullet journal gebruiken voor mijn volgende planning. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot mijn volgende video. Doei doei!